Ik ben Kaïn Schrederhof en voor een tweede periode wethouder in ons mooie Delft. Deze keer wethouder voor wonen, zorg, onderwijs, sport en gebiedswethouder voor Delft-West. Ik kom graag hier in het Popta Park. Popta Park heeft voor de wijk een hele belangrijke functie. Mensen wandelen hier, mensen zitten hier, kinderen spelen en het is ook de plek waar steeds meer festiviteiten worden georganiseerd. En dat is leuk. Popta wordt meer onderdeel van de stad daarmee. Ik denk oprecht dat dit park een van de mooiere plekken in Delft is. Er valt nog heel veel te doen voor Delft West. Delft West bestaat uit het Poptahof die in de Voorhof ligt, uit de Buitenhof en Tandhof West. En dat zijn wijken waar we de komende tijd nog veel meer aandacht zetten op onderwijs wat aan kinderen gegeven wordt, goed wonen in die wijken en werkgelegenheid. Maar we zijn ook lid geworden van een club die meedoet aan het programma van het Rijk Leefbaarheid en Veiligheid. En ook daarvoor is de inzet in Delft-West van heel erg groot belang. Dit is ook een mooi project. Dit is een 5 kilometer hardlooproute. Bedacht door een bewoner in Delft die zelf ook graag hardloopt. Langs de historische binnenstad. Staat keurig gemarkeerd. Je leert wat van de historie van Delft en je blijft in beweging. Ook weer zo'n mooi initiatief waar ik graag aan meewerk. Ik vind zelf hardlopen belangrijk. Staat keurig ook altijd geblokt in mijn agenda als ik wil hardlopen. En ik hoop dat veel Delftenaren dat voorbeeld volgen. Want ja, hardlopen, of in ieder geval in beweging blijven, is heel belangrijk. Voor mij is dit ook een hele bijzondere plek. De Jan Vermeerschool midden in de binnenstad. Mijn zoon heeft hier gezeten. Mijn dochter op een andere locatie van de Jan Vermeer. Mooie school, prachtig pand. Wat je zal zien is dat de komende tijd best wel druk op de voorzieningen in Delft zal komen. Zoals scholen, als sport. Omdat we ook als stad gaan groeien. Dat betekent dat we voor de Jan Vermeerschool ook al bezig zijn om een locatie waar ze nu al zitten een nieuw pand te realiseren. Op de plek waar nu het zwembad is, aan de Maria Duistlaan. Daar komt een nieuwe Jan Vermeerschool. Krijgt misschien ook nog wel een andere naam. Naast straks een nieuw zwembad en een sporthal. De komende jaren zet ik mij in voor een gezonde stad waar het goed wonen is voor jong en oud.